Het is vandaag vrijdag en ik ben wakker. Ik heb al wat van deze in mijn gezicht gedaan en mijn haar gesteld. En ik ga even ontbijten. Wow, het is echt mega lekker weer gewoon. Het lijkt wel een beetje lente. Ik ga even ontbijten, dan ga ik me verder opmaken. Dan ga ik, waarschijnlijk is Milan hier aan. Dan ga ik misschien met Milan of daarna heel even een video opnemen voor zaterdag. En dat is het eigenlijk een beetje. Dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Ik ga even een kopje thee zetten. Cornflakes eten, want daar heb ik wel zin in. Met 2 crackers met kaas, denk ik. Oké, top. Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Zo, ik heb ontbeten. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met een video te editen. Ik ga me nu heel even lipstift opdoen, want daar heb ik wel zin in. En Milan is binnen nu en een uurtje hier ongeveer. Dus dat is leuk. En daar heb ik ook heel veel zin in. Want ik heb hem echt naar mijn idee al vet lang niet meer gezien. Al valt al vet erg mee. Ik heb trouwens aardbeien gehad. Dus echt vet leuk. Wacht. Ik dacht, dan eet ik morgen aardbeien op een beschuitje voor Valentijn. En kijk hoe cute deze aardbeien zijn. In een hartjesvorm. Is toch super leuk. Maar goed, ik ga even een Snacky Jacks eten. Want ik kreeg gisteren een melding van mijn telefoon dat ik te weinig at. En het verloop vond ik heb gisteravond echt barbaravond gegeten. Ik heb echt koppensoep en een stuk Turks brood gegeten. Dus avondeten. Kan natuurlijk niet. En ik gooi je over raam op, want het is best wel warm vandaag, jongens. Het is echt een mooie dag. Nou, lekker duidelijk allemaal. Oké, ik ga lekker een kopje thee zetten. Ik ga heel even lunchen. Of nou ja, heel even Snacky Jacks eten. En het gaat beter bij mijn spierpijn. Misschien dat ik morgenochtend heel even ga hardlopen, maar dat weet ik niet. Aangezien het weekend is en in het weekend wil ik eigenlijk niet sporten. Dus ik denk dat ik maandag gewoon weer naar de sportschool ga. Ik ben trouwens wel blij dat ik eergisteren weer naar de sportschool ben geweest. Ik merk toch wel dat, ondanks dat ik een haat-liefdesverhouding heb met die sportschool, dat ik het wel gewoon chill vind om daar te sporten dan thuis. Het enige wat ik daar nadeel vind is dat ik een kwartier moet fietsen heen en een kwartier moet fietsen terug. Maar ja, dat reken ik daar dan maar bij. Dan sport ik 1,5 uur in plaats van 1 uur. Oké, goed. Dat was het. Doei! Milan moet even een handtekening uitdelen en ondertussen stort dit allemaal in elkaar. Hé jongen, gaat goed hè? Sorry. Wij lopen in de Action en want ik moest nog een klapper hebben voor mijn nieuw bedrijf. Dus die heb ik gehaald en ondertussen moest ik ook nog wat geurkaars halen. Oepsie. En ik moest nog wat geurkaars halen en gewoon normale vaccinelichtjes, want die had ik niet meer. Maar schat, ze hebben hier ook klokken. En ik moet een klok hebben. Ik weet niet welke klok nou leuk is. Welke klok vind jij leuk? Van deze klokken. Kies jij eens uit. De klok op je mobiel. Deze ziet er op zich wel leuk uit. Ja, doe die maar. Ja. Hele goede keus. Dat was wat ik ook al naar het kijken. Serieus? Ja, nee, serieus. Echt waar. Zo, klaar. Nou, kunnen we weer gaan. Nee, ik weet helemaal niet of ik die klok wel wil. Ik wil hem helemaal niet. Nee, ik hoef helemaal geen klok meer. Ik wil helemaal geen klok. Ik wil hem niet. Maakt niet uit. Ik koop wel een klok als we binnenkort naar Ikea gaan. Want als het goed is, ga ik binnenkort samen met Manny en Madrik naar Ikea. Want dan heb ik gefrikst. Geflikst. Ik wil geregeld en gefixt door elkaar heen zeggen, maar goed. We zijn lekker aan het choppelen. Kijk, Milan, jij mag op het armpje drukken. Misschien gebeurt het. Wacht, het armpje? Ja, dat staat press me. Oh hier. Oh mijn god. Woe! Just saying. Nee, maar het is een poppetje, dan mag het wel, dus niet hetzelfde. Ja, kan die nou weer zijn bek houden? Kunnen we weer gewoon rustig shoppen, ja? Ja, maar dat is wel cool als je dan deze haalt. Doet hij hetzelfde? Nee, niet drukken. Alsjeblieft, dan gaat één iedereen keer weer kijken en hij weer hetzelfde. Eén keertje proberen. Nee, niet. Gewoon één keertje proberen. Nee, we gaan nou hier weg. Nee! Nee! We gaan nou hier weg. Nee! We zijn ook klaar. Nee. Ik moet een roller hebben. Ja, ga je even op zoek naar een roller. Ik wil gewoon heel even. Kom. Ja, nou doei. Oh! Hij valt er. Hij kan ook gewoon uit hoor. Zo, ik ben eten aan het koken. Ik maak hier een shootje warm. Ik heb hier magere rundvlees, burgers, spersiebonen en gekookte aardappeltjes. En dat gaan we zo meteen lekker opeten. We zijn weer terug van de Action. En ik heb een aardig. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Normaal gesproken heb ik al dikke zakken vol met spullen. En nu valt het best wel mee. Dus wij gaan nu lekker eten. En ik heb honger. En ik heb echt gigantisch veel zin in. Lekker Hollands eten. I love it. Wij zijn lekker uitgegeten. En wij zitten nu op de bank televisie te kijken. RTL Late Night om precies te zijn. Uitgegeten? Allang. Jezus, we hebben al gewoon...
Ik heb alweer vijf koekjes gehad, ik heb alweer kuppensoep gehad, ik heb alweer chocola gehad, Twix. Ja, weet je wat het is? Weet je wat het is? Dat komt omdat mijn camera lag hier en ik lag echt super lekker. En toen wou ik vloggen en toen zat mijn geheugenkaart nog in mijn laptop die in de andere kamer ligt. En toen had ik echt geen motivatie meer om op te staan. Dus vandaar dat ik nou pas weer vlog. Maar in ieder geval, we hebben dus lekker kuppensoep gehad. Dat klopt, jongeman. Nee, je houdt hem zo vast. Maar je moet hem zo vasthouden. Dan kun je veel meer doen. Als je zo vasthoudt, dan zit je schuin. Hoe wil je hem zo vasthouden? In ieder geval. Oh, in ieder geval. Waar hebben we gebleven? Hé, hey, Tom uit. Nee. Lekker man. Ik ook weer. Hou je nog even? Nee! Kom. Nou, wij zijn ik heb niks meer te zeggen. Oh ja, we hebben nog gedoucht. We hebben ook nog gedoucht, joh. Ja, dat was voor het eten, hoor. Oh ja, natuurlijk. Goh, ja, ik durf mezelf niet meer aan te kijken in de spiegel. Omdat hij zijn haar heeft geknipt. Ja, een beetje kort. Ik kreeg heel vaak de vraag wat ik vond van Milans nieuwe haar. Een beetje kort. Hij is nou met schapie. Ik ben hem al. Schapie. Maar goed, ik ga lekker genieten van tomaatjes en we gaan nog lekker aan televisie kijken. Hey, je hebt de film gekeken, heb je ook gedaan. Ja, oh ja, Jim Carrey en Kate Winslet. Ik vond het gekut aan. Ook mooi, leuk. Maar goed, ik wil graag maar 50 Shades of Grey, maar het wil niet mee. Hallo. Zo, ik heb mijn make-up eraf gehaald en mijn haren doorgekamd en Milan maakt een koprol over mijn bed heen, zie ik. Ik ga hem niet filmen, want hij loopt hier alleen in zijn onderbroek, dus zoek nog een deeltje privé van ons leven. Doe eens normaal! Wij gaan lekker slapen, morgen is Valentijnsdag. Ik heb stiekem al iets... ik kreeg een melding op mijn telefoon. Nee, niet gooien. Milan, niet doen. Nooit. Nee! Hou zo! Waar slaat het nou op? Fijne Valentijnsdag. Wat ik wou vertellen is dat ik kreeg een melding in mijn telefoon dat er een pakketje naar mij onderweg was. En ik dacht, oh, dat is mijn Valentijnscadeautje voor Milan. Maar dat was niet mijn Valentijnscadeautje voor Milan, maar Milans Valentijnscadeautje naar mij. Dus het enige wat ik weet is dat hij van Mama Lou en kids. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik zie je morgen wel. Ik ga lekker slapen. Veel was naar beneden. Nee, ik heb geen broek aan terwijl ik deze vlog afsluit. Soms... Je moet eens weten. Soms heb ik iets te veel details. Goed jongens, ik ga echt slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wel rusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Want daarin schrijf ik dan waarom mijn cadeautje iets later. Maar nu ga ik seksen, wou ik zeggen.